Wanneer ik deze tip met mensen deel, krijg ik heel vaak de reactie: wauw, zo klein, zo simpel, maar een enorm resultaat. En daarom wil ik deze tip ook met jou gaan delen. Zo boven, zo onder. Wanneer je spanning opbouwt in je kaakspieren door bijvoorbeeld te tandenknarsen of misschien onbewust je kaakspier aan te spannen, span je ook automatisch je bekkenbodem. Er is een sterke relatie tussen die spieren boven en die spieren beneden. Het meest simpele wat je kunt doen om zowel je kaak als ook je bekkenbodem te ontspannen is het los laten hangen. Het totaal oncharmant los laten hangen van je kaak. Dus je ademt een keer lekker in en op je uitademing ontspan je kaak lekker naar beneden. Als je van jezelf weet dat het een plek is waar je veel spanning vasthoudt, of als je van jezelf weet dat je bekkenbodemspieren vaak gespannen zijn, doe dit dan een paar keer per dag. Een goede moment om dit in te bouwen zijn bijvoorbeeld als je gaat slapen. Net voordat je gaat slapen, zorg even dat je die kaak lekker ontspant. Wanneer je bijvoorbeeld op de fiets zit, kun je het doen. Wanneer je in de auto zit, op de bank. Dit kan overal. En mocht je zwanger zijn, dan is het zeker een goede oefening om dagelijks te doen. Je kunt je voorstellen dat wanneer je bekkenbodemspieren actief aangespannen zijn, dat het veel moeilijker is voor jezelf en voor je kindje om de geboorte soepel te laten lopen. Dus ontspan je kaak en daarmee ontspan je ook je bekkenbodem. Daar heb ik ook nog een leuk filmpje voor. Het is mijn meest bekeken filmpje op YouTube. En misschien is dat wel omdat ik mijn tong wagenwijd uitsteek. En als je het niks vindt, heb je in ieder geval even gelachen. En dat werkt ook ontspannend. Wil je geen enkele video meer missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot ziens!